Goedemiddag, ik ben Geert Stroo. Ik ben de archivaris van de gemeente Sluis. In deze serie gaan we kijken naar de geschiedenis van de verschillende dorpen en plekken in de gemeente Sluis. En vandaag beginnen we daarbij met de eerste plek, Oosburg. We staan nu waarschijnlijk bij het bekendste beeld van Oosburg, de watertoren. Het is de tweede watertoren van Oosburg. De eerste is door de Duitsers opgeblazen omdat ze bang waren dat het door de geallieerde vliegtuigen te veel herkend zou worden en daardoor Oosburg te makkelijk gebombardeerd. Ondanks dat ze de watertoren opbliezen is Oosburg daarna alsnog gebombardeerd. Dit is na de oorlog de tweede watertoren dus geworden bij de herbouw en hij is vooral nu bekend om de waterdruppels van Johnny Berends. Vanaf dit punt van Oosburg lopen we naar het volgende bekende punt, het Versje. We staan hier bij het Versje, een van de laatste overblijfselen van de oude stadsomwalling van Oosburg. Toen prins Maurits in 1604 Oosburg en de streek veroverde in de 80-jarige oorlog, werd Oosburg een vestingstad waar ze stadswallen en fortificaties aanlegden. En hier het water van de oude stadsgracht, een verhoging van de oude stadsmuur en de namen Vestingstraat en de Noordwal herinneren nog aan deze periode. En vanaf het Versje gaan we nu verder naar de markt van Oosburg. We zijn zojuist aangekomen vanaf het Versje bij de drie punten hier in Oosburg tussen de markt, het eenhoornplantsoen en de Beursstraat. Vroeger was alles net iets anders, maar door de bombardementen in 1944 is heel het stratenplan anders opnieuw aangelegd, zodat het er vandaag de dag zo uitziet. Op dit driepunt zie je ook mooi het beeld van de eenhoorn. De eenhoorn is het symbool van Oosburg en staat eigenlijk voor het unieke, de kracht en de wederopbouw van Oosburg. En het is of genoemd naar de oude herberg die hier al stond van net na 1600 en waar vandaag de dag nog steeds een hotel staat. Of het is juist andersom dat die oude herberg genoemd is naar de eenhoorn van Oosburg. De vraag waar komt Oosburg eigenlijk vandaan is eigenlijk een beetje een lastige om uit te leggen. Er zijn twee mogelijkheden. Of daar moet vroeger hier een lokale leider zijn geweest die iets van Osman of iets anders met Os heten, waar de burcht die hier toen stond nagenoemd is. Of het komt erop dat het een verbastering is van Oostburg qua locatie van letterlijk ter oosten van een andere burcht, bijvoorbeeld Aardenburg. We zijn hier aangekomen op het Ledelplein voor het Ledeltheater. Ook het Ledelplein is het tweede plein wat er is. In de oorlog is het eerste Ledelplein aangelegd, speciaal ook voor de fokveedagen. Het is kapot gegaan tijdens het bombardement van 1944. En na de oorlog is dit nieuwe plein aangelegd. En daar zijn in de loop der jaren heel vaak de fokveedagen gehouden, die een paar jaar geleden helaas hier gestopt zijn. Thank you.
Het bijzondere aan het Ledelplein is dat je hier een aantal gebouwen hebt, zoals het oude belastingkantoor, maar ook achter mij het Ledeltheater, wat goede voorbeelden zijn van de wederopbouwarchitectuur die wij hier vandaag de dag in Oostburg hebben. Hoor. Oostburg kent wel meer wederopbouwgebouwen. De belangrijkste voorbeelden naast het Ledeltheater zijn eigenlijk de katholieke en de protestantse kerk. Maar ook het gemeentehuis is van de wederopbouw en een goed voorbeeld van wederopbouwarchitectuur. En daarom gaan we daar nu verder kijken. Ondertussen zijn we aangekomen bij het gemeentehuis te Oostburg van de huidige gemeente Sluis. Op de voorkant zien we nog het oude gemeentewapen van de gemeente Oostburg. Zoals ik bij het Ledeltheater zei, is ons gemeentehuis een voorbeeld van de typische wederopbouwarchitectuur die we hier in Oostburg kennen. Het vorige gemeentehuis stond tot en met de Tweede Wereldoorlog eeuwenlang aan de markt. Na de Tweede Wereldoorlog is het nieuwe gemeentehuis hier gebouwd, op het hoogste punt van Oostburg, waar vroeger nog de oude ringwalburg stond, waar Oostburg zijn naam aan te danken heeft. Sinds een paar jaar hebben wij hier ook het officiële oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We gaan nu nog naar het laatste punt van vandaag. En dat is naar het voormalig Molukkenkamp wat hier in Oostburg was. Ondertussen zijn we aangekomen bij het laatste plekje in Oostburg waar we iets over willen vertellen. Dit is een oud hek wat vroeger de toegangspoort was van een Molukkenkamp. Na de Tweede Wereldoorlog en vooral de politionele acties in Nederlands-Indië kwamen heel veel Molukkers of Ambonezen vanuit voormalig Nederlands-Indië naar Nederland en werden er in onze streek op meerdere plekken kampen gebouwd om ze onder te brengen. Waaronder hier in het voormalig kamp voor wederopbouwarbeiders werden die Molukkers ondergebracht. En dit is het oude hek van dat kamp, Kamp Wilgenoot. Zelf vind ik dit altijd een interessant stukje Oostburg, want hier onder het nieuwe gebouw was vroeger in de jaren 30 nog een wielerbaan, ongeveer op de locatie waar nu het gebouw staat. En zo voor een aantal jaren werden hier wielerkoersen gehouden en is ook nog één keer de Ronde van Nederland in Oostburg geëindigd. Hiermee sluiten we voor vandaag af in Oostburg. Dank jullie wel voor het kijken en de volgende keer nemen we jullie mee naar de volgende plek.